Vrede en innerlijke rust zijn twee van de belangrijkste elementen tijdens de vaste maand van de moslims, de Ramadan. De heilige vastenperiode van Ramadan voor miljoenen moslims wereldwijd is vandaag officieel begonnen. Gedurende de komende maand zullen gelovigen vasten van zonsopgang tot zonsondergang als een daad van zelfopoffering, reflectie en spirituele groei. Tijdens deze periode wordt ook extra aandacht besteed aan gebed, liefdadigheid en het lezen van de Koran. Met deze woorden opende en zegende de vertegenwoordiger van de Surinaamse Moslimassociatie SMA, Haji Faisal Bafati, de vastenperiode. Bafati zegt in gesprek met CDS dat dit een periode van reflectie en goedheid voor elke moslim is. Het vasten is ook een van de vijf zuilen van de islam. Het vasten houdt in dat wij ons behalve onthouden van spijs en drank vanaf het aanbreken van het ochtendgloren tot zonsondergang ook onthouden van ongeoorloofd gedrag. Deze maand moeten wij doorbrengen in aanbidding om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Door te vasten en te bidden kunnen wij ons lichaam en geest zuiveren. De maand Ramadan is de maand van genade, vergeving van onze zonden en verlossing van het hellevuur. Een maand van eenheid, vreugde, bezinning en solidariteit. Een maand waarin wij veel aandacht besteden aan armen. In deze maand moeten wij ook bidden voor de vooruitgang van land en volk, voor de armen, de zieken, de ontheemden en de onderdrukten in de wereld. Ramadan markeert een tijd van bezinning, verbondenheid en spirituele vernieuwing voor moslims over de hele wereld. Daarom organiseren alle moskees aangesloten aan de SMA de hele periode Ramadan-activiteiten als teken van het stimuleren van de moslimgemeenschap om te blijven volharden in het vasten.